De 150 jaar oude kerk van Druten moest hoognodig gerestaureerd worden. Het werk is inmiddels achter de rug en de kerk kan weer open. In Druten is de restauratie van de Ewaldkerk bijna afgerond. De kerk die gebouwd werd in 1874 had te maken met verrotte houten balken. Om gevaarlijke situaties te voorkomen is het project dat gesubsidieerd werd door de provincie Gelderland in gang gezet. Alleen de laatste puntjes moeten nog even op de i gezet worden. Nou, de kerk heeft heel veel voor Druten betekend. Deze kerk is gebouwd door de bekende architect Pierre Cuypers. Het is een van zijn mooiste ontwerpen. De belangrijkste kerk van Cuypers in Gelderland. Ja, de kerk wordt gebruikt waarvoor die gebouwd is, voor de eredienst. En daarnaast zijn er concerten, rondleidingen. Met de Open Monumentendag is hij nog eens een keer extra open en bij andere gelegenheden. De restauratie van de kerk was hard nodig. Het had namelijk slecht af kunnen lopen. Als die restauratie niet was geweest, dan had je dus op den duur, maar daar zal Theo de Groot van de bisdom daar al iets meer over vertellen. Dan hadden we op den duur mogelijk te maken gekregen met verzakkingen van de zolders. En dan was de ramp niet te overzien. Ja, in de toren zitten dus die houten balken die ingerot zijn. En op het moment dat die dus ingerot zijn, dan gaat de sterkte, de draagkracht van die balken waar de vloeren op liggen, die gaat achteruit. En we hebben best wel heel veel balken moeten aangieten. Dat is eigenlijk een soort epoxy, een soort beton, waarmee we ze dan versterken. En dat was nodig het zal niet zeggen dat de toren was ingestort. Maar je kunt wel op een gegeven moment natuurlijk gevaarlijke situaties krijgen als die vloeren niet meer goed ondersteund worden in het metselwerk. Na de restauratie van de houten balken is het binnenkort de beurt aan het orgel van de kerk. Nou ja, met zo'n oud gebouw ben je natuurlijk nooit helemaal klaar. Een orgel, de windvoorziening is natuurlijk essentieel voor het spelen van een orgel. Als er geen lucht is, dan doen die pijpen, die doen dus helemaal niks. Dan kun je op klavier aangeven wat je wil, maar daar komt geen geluid uit. Dus die luchtvoorziening die moet worden aangepakt. En met name de balgen die dus zorgen dat er een windvoorziening in de orgel is, die zijn aan vernieuwing toe. Het leer is op. Na zoveel jaren mag dat ook wel. Vandaag werd op de campus van de HAN in Nijmegen de 100% zorg- en welzijnscampagne afgetrapt. Jongeren van verschillende scholen in Nijmegen kwamen langs om een VR-experience te ondergaan. Ook wethouder Visser was aanwezig om de jongeren te enthousiasmeren over de zorgsector en om zelf een kijkje te nemen bij de experience. Heel erg belangrijk om zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen om in zorg- en welzijnssector te gaan werken. We krijgen een enorme hoos aan mensen op ons af, ouderen. Zoals ik, over 20 jaar, die zorg nodig hebben. En in 2040 zijn er 2 keer zoveel mensen bijvoorbeeld die 70 plus zijn. Dus dat is echt heel veel. En daar hebben we allemaal mensen voor nodig die in de zorgsector gaan werken. Er zijn natuurlijk schrijnende tekorten op de arbeidsmarkt. En we hebben in de komende jaren echt honderdduizenden mensen tekort. We moeten de zorg anders gaan inrichten. Maar het is ook vooral belangrijk dat we echt mensen laten zien hoe mooi het is om te werken. En hoe breed het ook is, wat je kan doen. Veel mensen denken alleen maar dat zorg of ziekenhuiszorg of ouderenzorg is, maar het is zoveel breder, jeugdzorg, noem maar op. Dus daarom is het heel belangrijk om echt jongeren bewuster van te maken dat er deze mogelijkheden zijn. Er is een enorme toename aan mensen die zorg nodig hebben in de nabije toekomst en veel te weinig professionals die dat gaan doen. Dus we moeten met elkaar ook echt de omslag gaan maken dat we voor elkaar gaan zorgen. Dus de professionele zorg wordt voor de mensen die het echt nodig hebben. En wij Nijmegenaren, wij gaan allemaal voor onszelf zorgen. Dat is de wens van deze wethouder. Volgens wethouder Gete Visser en Stichting Zorg, Welzijn, Bouw en Techniek is het dus belangrijk om jongeren in de zorgsector te krijgen.
Deze stichting verzorgde vandaag bij de Hal in Nijmegen verschillende activiteiten. Ja, nou, ze krijgen, eigenlijk werkt het in drie blokken. De leerlingen komen langs, dat duurt 3 kwartier. Ze krijgen eerst 15 minuten uitleg van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, waar we vandaag te gast zijn, over wat voor opleidingsmogelijkheden er allemaal zijn binnen zorg en welzijn. Dan gaan ze binnen in onze prachtige truck, waar ze een VR-beleving krijgen, waar ze even bewust van worden van, nou, wat is er allemaal te doen in zorg en welzijn. Een van deze activiteiten is een VR-experience. Wethouder Visser ondergaat samen met de jongeren deze experience. Het is heel veelzijdig. Je ziet eerst de meldkamer, daar kun je werken als je in de zorg- en welzijnssector werkt. En dan zit je in de ambulance en dan denk je, oh ja, dat is natuurlijk heel spannend. En dan is er een operatiekamer, er lagen enorme ledematen overal. Dus dat maakt het misschien ook wel interessant. En daarna in de revalidatie. Dus ik vind het echt een heel mooi veelzijdig beeld van hoe veelzijdig de zorg ook is. En een meisje zei van ja, ik wil ook echt in de zorg gaan werken. Maar zij wilde dan op de kinder-IC gaan werken. Dat zit hier dan niet bij, maar ik denk wel dat het stimuleert dat er zoveel aandacht voor is. En dat mensen dan denken, oh ja, het is wel een vak wat de moeite waard is. Waar zelfs zo'n mooie truc is en zo'n mooie campagne voor is. De zorg voor tieners in de gesloten jeugdzorg in Zetten schiet tekort. Tijdens een onaangekondigd toezichtsbezoek bleek dat de kwaliteit van hulp en begeleiding niet voldoende was. De inspectie Gezondheidszorg van Jeugd ging zonder aankondiging langs bij Pactum in Zetten. Dat deden ze na een tip van een ervaringsdeskundige. Die had informatie verzameld van meerdere jongeren die in het verleden op een speciale afdeling verbleven. De hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke Zorg zegt dat het moedig is geweest van de melders dat ze hun verhaal en ervaringen over de ziekenhuisafdeling hebben verteld. Het besluit om pas duidelijkheid te geven over de mogelijke verlenging van de A15 nadat het stikstofonderzoek beter is onderbouwd, stuit op veel reacties. Omwonenden zijn teleurgesteld, terwijl de Vereniging Natuur- en Milieufederatie Gelderland lichtpuntjes ziet. Het is de derde keer dat de Raad van State een uitspraak doet over dit infrastructuurproject, waarin vooral stikstofuitstoot een struikelblok is. De Nijmeegse burgemeester Bruls begrijpt de beslissing, maar vindt het jammer dat er nog een half jaar onzekerheid is. Als de aansluiting van de A15 op de A12 er komt, ontstaat er een rechtstreekse verbinding van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland. Afsluitend voor de Week van de Helden in het afval en groen stond er bij de DAR in Nijmegen een foodtruck klaar voor alle werknemers. Een wethouder van Beuningen en de directeur van de NWRD gaven een korte toespraak, terwijl de groene helden genoten van een broodje kip. Nou, DAR is voor Nederland heel belangrijk, omdat DAR een van de beste afvalinzamelaars is en inspiratie is voor de rest van de branche in Nederland. Maar DAR is in het speciaal ook heel belangrijk voor het Rijk van Nijmegen, omdat we met DAR ervoor zorgen dat onze straten schoon blijven, dat we op een goede manier afval inzamelen, gescheiden. En daarnaast zijn het hele positieve mensen die onze inwoners helpen om de wereld een klein beetje beter te maken. Deze week zetten we ze extra aan het zonnetje om te laten zien hoe belangrijk wij als gemeente Beuningen, maar ook als regio Rijk van Nijmegen, het werk waarderen wat de mensen dag in dag uit voor ons doen. Wie ook het werk waardeert wat DAR dagelijks doet, is directeur Wendy de Wild van de NVRD. De Week van de Helden in het Afval en Groen is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Zoals de DAR zijn er heel veel organisaties in Nederland. En zonder de DAR zou Nederland er niet zo mooi bij liggen als het doet. De DAR zorgt ervoor dat de straten schoon zijn, dat de stad schoon is, maar ook dat al die grondstoffen die onze inwoners afdanken, dat die netjes en goed en kwalitatief hoogwaardig kunnen worden gerecycled. Wij als NVRD hebben dit initiatief bedacht in 2020, omdat we vinden dat Nederlanders zich wel wat meer bewust mogen zijn dat het niet vanzelfsprekend is dat al deze mensen, vakmensen, ontzettend belangrijk en waardevol werk verrichten. En het leuke is, we merken ook dat de mensen zelf iets meer beginnen te wennen aan het feit dat we ze 1 keer per jaar held noemen. Het was bijna lenteachtig vandaag met veel zon, maar toch nog wat lage temperaturen. Morgen doen we dat gewoon over, maar dan goed. Het wordt zaterdag namelijk weer volop zonnig. Hier en daar een beetje bewolking, maar wel zo'n 13 tot 15 graden. Prima weer voor een terrasje dus. De dagen erna wordt het langzaamaan weer iets minder. Zondag is er meer bewolking. Maandag krijgen we de zon nauwelijks te zien. Dan kan er lokaal wat regen vallen. Ook in de nieuwe week blijft het licht wisselvallig.
Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 8 maart. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update. En wij zijn er maandag weer. Dan nemen we onder meer een kijkje in de operatiekamers van het CWZ. En rijden we een rondje mee met een nieuwe stadshopper van Nijmegen. Fijn weekend en graag tot dan!